nou, dan wil ik meteen even, laten we meteen even beginnen. Oké, okay, dus na de intro kom je in een hele lange scène waarin die al die die verschillende groepen vrouwen, magiërs, Aes Sedai's, zijn. En nu zag ik dus eigenlijk voor het eerst, geloof ik, al die kleuren bij elkaar even lekker georganiseerd, zoals we hier ook Gewoon even drie per steen. En dan die grijze was dan die hele één knappe vrouw die zo stond. Ja, want je wist natuurlijk wel, dus er is een blauwe. Ja. Je wist, er zijn groene. De rode. En die drie, eigenlijk een beetje die drie. En er was me ook nog niet helemaal duidelijk wie nou wat is. Dus daar heb ik ook een beetje op gezocht. Want dat vond ik dan toch ook wel heel spannend. En in deze aflevering werd het ook wel duidelijk dat ze allemaal verschillende functies hadden. Ja. Dat was voor mij ook niet heel erg duidelijk. Het was meer zo van, ze hebben verschillende kleuren. Ja. Maar volgens mij is dat ook het ding met die serie, dat er zoveel informatie is. En in een boek kun je natuurlijk alles uitschrijven. Ja. En in zo'n serie moet je... Tweede scherm. Pauze. Wikipedia. Hoe heet die actrice? Wat is ze leuk? Wat heeft ze nog meer gedaan? Het is wel leuk. Kijk je ook wel eens op je laptop? Nou, je kan met Prime Video, dat heb je ook op je televisie. Oh, dat je zo dan al die acteurs ziet. Dat vind ik te ingewikkeld. Oh. Als ik tv kijk, dan is gewoon tv de tv. Dus je hebt de... laten we even... Ik weet niet of dit saai is, maar laten we het even hebben over wat ze allemaal zijn. Dus okay. Die rode... ja, pak maar die blauwe. Die rode, die... daar wordt dan nu heel erg duidelijk over gemaakt. Die haten de mannen. Jeetje. Maar eigenlijk, dat is geloof ik... ze moeten de kracht Ze temmen de, als een man... weet je eigenlijk inmiddels... Sorry, eerst maak de zin af. De rode Aes Sedai, die moeten ze... staat daar heel groot het woord. Als ik het vergeet, ik vind het zo moeilijk om te onthouden. Die moeten als een man dus die kracht heeft gebruikt. En dus die gek aan het worden is, die moeten zij die man temmen. Ja. Weet jij hoe een man die kracht kan gebruiken? Dat is mij dus toch totaal niet duidelijk tot nu. Moet ze gewoon heel erg concentreren. Dan komt er heel veel zwartigheid uit in plaats van wittigheid uit de neus. Nee, wat er gebeurt, dat heb ik gezien. Ja, ze worden gek. Maar hoe lukt het ze om die kracht te channelen? Dat weten we nog niet. Oh, dat gaan we leren. Denk het wel. Oké, spannend. Dat doen die rode. Wat doen de blauwe? Heb je dit onthouden? Ik ga het proberen. Zij zijn heel erg voor dingen uitzoeken en recht. Zij zijn politiek. Politiek en nog iets. Dingen uitzoeken en recht is basically politiek. Ja. Ja. Geel, hele. Mensen beter maken. Maar dat is ook interessant, want de Wisdom heeft de hele tijd een groene jurk aan, maar ze haat Aes Sedai, maar zij is natuurlijk... Ik denk dat zij geen... Ik dacht dat ze dat niet. Nee, en die groene zijn zijn de vechters. Dus ze hebben hier geen groene. Dus zij zou eigenlijk een gele zijn. Maar misschien is zij alles in één. Ja. Of zij is de Dragon Reborn. Dat kan ook. Maar ze is niet de goede leeftijd. Wat zou daarom ook weer? Naïef. Zij is cool. We hebben echt goed geoefend. Ja. En dan zijn er dus ook nog witte. Dit is wit. Toch? Nou, kijk. Ja, je hebt dit is wit. Dit is wit, ja. Die zijn van de filosofie. Die wilde jij zijn. Lekker een beetje zitten, denken. Ik wil de blauwe zijn. Ja, oké. Okay. Trui omwisselen. En was er nou nog een kleur? Ja, wat waren grijs. De grijze? Die weet ik niet meer wat die deden. Nee, ik weet alleen maar dat daar maar één vrouw van stond. En ze leek een beetje op een wachter. Dus ik weet niet. Misschien weten mensen... Oh, waren zij niet de bemiddelaars? Er waren ook nog bemiddelaars. Die zorgden dat iedereen goed met elkaar ging. Kijkt iemand, goede match met outfits erbij. Ja, we hebben wel, ik moet zeggen... het is een beetje toevallig en een beetje expres. Ik ging er vooral van dat ik dacht, oh, vet vlammetrui. Ja, en ik had zoiets van, ik had de streams een beetje gek op Prime Video. En toen dacht ik, deze outfits kunnen kleuriger. Ja. Ik had al en nu, maar uiteindelijk zitten we dus ook totaal nu, zijn we allebei één van de Aes Sedai groepen. Ik voel me wel een beetje Moraine. Ik heb het gevoel alsof ik ook kan kijken zoals zij kijkt. Ik vind... Dat is er toch altijd? Ja, doe nog eens. Maar ze doet ook altijd dat je nooit zeker weet of ze nou lacht. Ja. Of dat ze boos is? Of verdrietig? Jij moet heel streng kijken zoals die andere, waarvan ik de naam wel vergeten ben. Die rode? Ja. Die heet Leandre. Ja, je moet haar. Want zij heeft ook iets met haar mond wat ze doet. Ja. Maar zij heeft een hele hoek. Zij was zo gemeen deze aflevering. Ja, maar ze niet werd te geloven. Teruggepakt, hè? Ze werd teruggepakt. We weten jij allemaal. Hebt ja, er is iemand. Niet doorstellen. Ga je pakken, mevrouw. Dus ze zitten in die zaal. Ja, we zijn nog maar bij de tweede scène. We moeten doorpakken. Okay. Maar dit is ook wel echt een van de belangrijkste en vetste scènes. Want we leren al die groepen kennen. Ja. En in één keer moeten ze bukken.
opeens zo kneel. En dacht jij dat ze zeg maar ging knielen? Omdat ze luisterde, omdat ze... Ja, ik vond het een heel indrukwekkend moment, omdat ik er geen niks van snapte. Of, want ik dacht later, misschien... Oh ja, want wat we nog niet hebben gezegd, is op een gegeven moment komt de seat... Nee, de arder seat. Ja, eigenlijk de koningin, zoals ik haar noem. De koningin. Ze is de koningin van alle Aes Sedais. In een mooi prachtige witte gewaad. En een soort van heel mooi juwelen. Een soort van haarjuwelen. Komt binnen. Die gaat zitten in haar gouden cape. Zij is de baas. Ze moeten allemaal verantwoorden aan haar. En op een gegeven moment wordt zij dus zo boos. En dan zegt ze zo, kneel. Of you're kneeling. En dan... Ja. Ja, in het blauw. Ja, dat ziet er heel goed uit. Het is zo mooi. Ja. En toen dacht ik dus... Heeft die koningin zoveel kracht dat als zij zegt kneel, dat je gewoon niet dat je anders lichaam kan? Zo... Ze zag er een beetje uit. En want daarom was dat hele... Nou, ik dacht gewoon, ze maakte er een showtje van. Ja, en daarna moest ze kiss the floor. Lick the marble. Ja. Kiss the marble. Duw je lichaam op de vloer. Ja, het zag echt uit als een moderne dans. Ja. We mogen niet veel verknappen. Maar we weten allemaal wat erna gebeurde. Oké, hier wil ik iets over zeggen. Ik ga het niet verklappen, maar ik wil zeggen dat schilderijtje wat in die kamer hing. Ik dacht al, dat gaan we toch over hebben nu? Schilderijtje in de kamer, schilderijtje in de kamer. Welk schilderijtje in de kamer? Ja, niet een schilderijtje, maar gewoon een soort... Ik dacht al, dat ziet er prachtig uit. Toen was ik al de hele tijd dat ik dacht, wauw. Oh, maar en gaat ze daar doorheen? Weet ik niet. Oh. Nee, maar dat is nog... Geheim. Nou, wat er dan gebeurt, ik dacht echt, gaat dit nu gebeuren? Ik voel een spanning. Ik wist ook niet zeker. Het was... Ja. Oh, waarom moet ik door jouw toneelstukjes doen? Dit was totaal onverwacht. Had jij dit verwacht? Nee, niet. Ik vond het heel leuk, want ik dacht dan, waarom wordt zij boos op zo haar? Heet. Want ze doet juist heel goed werk. Hier moet zij van af weten. Ik dacht vanwege macht. Ik dacht, ze doet dit vanwege de macht. Nee, ik dacht gewoon, dit klopt niet. Het klopt niet dat ze zo boos wordt. Ja, ik niet. Ik moest ook eerst nog heel even, het duurde heel even voordat ik realiseerde dat het dezelfde persoon was. Omdat ze in één keer zo zacht was. Ze was zacht, maar ook, ze was eerst dus heel statig, zat haar haar helemaal vast, had zo'n hele jurk. Ze was helemaal zo, en opeens had ze een soort jurkje aan en zat ze bijna een beetje zo. En zat ze een beetje zo heel chill. Dus het duurde even dat ik dacht, wauw, maar toen zag ik ook de tattoos. Ja. Ja,